Dus ik kijk, ik denk, stik joh, eerst getekende Perpignan. Dus ze zat al in mijn hok, denk ik, 2-3 minuten toen ik keek. Ik ben Jurriaan van Amerongen uit Bunnek. Ik vlieg de marathonvluchten, hoofdzakelijk ZLU-vluchten. Dat vind ik het mooiste. De ochtendlossingen, 's ochtends vroeg los, 's avonds proberen een duif te draaien. Ik ben begonnen met mijn vader. Van kleins af aan heb ik altijd samen met mijn vader gevlogen. Vitesse mid van dag vond en later vond. En dat heb ik nou, nou doe ik alles alleen. En mijn moeder die helpt me ook mee. Ik speel met 40 koppels, 20 koppels jaarlingen, 20 koppels oude duiven. In het begin op weduwschap en later op nest. De vond speel ik op nest en het liefst het hele koppel op een klein jonkie. Dat probeer ik. Ik had 4 duiven mee naar Perpignan. Naar Pau had ik de 23 mee, Barcelona 13 en nu 4. Omdat ook de pauwduiven 2 keer mee kunnen en deze duiven niet, had ik er maar 4, maar wel de beste had ik op deze vlucht voor mijn gevoel mee. 2 koppels, op jongen van 5 dagen zaten ze. Ik heb de duiven bij mijn moeder zitten, dus af en toe ben ik heen en weer gereden. En ik was hier om 10:30. Nou, voor 12 moest ik draaien, wil je een vroege duif hier hebben. Ik heb om 11 uur kwamen de kijkers, ik denk nog snel even alles water geven. Dus ik loop naar binnen, mijn moeder zegt ik hoorde net een piepje. Dus ik kijk, ik denk stik joh, eerst getekende Perpignan. Dus ze zat al in mijn hok, denk ik 2-3 minuten toen ik keek. Nou, dus helemaal blij. Dus dan wist ik dat het een vroege was en de eerst gemelde bij de ZLU. Dus ja, het overviel me wel. In 2018 had ik de eerste pauw, dus je weet wel allemaal hoe het gaat lopen. Als ik 2 had gezeten was het ook prima geweest, maar dit maakt het nou wel mooi. En dan ook nog met de eerst getekende, echt topduif. Dat is helemaal kroon. Je bent er druk mee bezig, dus het wordt beloond. Dit is de winnares, eerst Nationaal Perpignan. Ik heb haar gekregen 2016 van Richard Kuijer als late jong. Ik heb er gespeeld meteen op Agen. Was het de 39ste in de ZLU en de eerste in sector 3 en 4. Dat jaar is ze niet meer mee geweest. Als 2-jarige vloog ze een 4e Nationaal Agen, was ze wederom de snelste in sector 3 en 4. En dit jaar zit ze 1 Nationaal. 5 keer mee, 5 keer vroeg. Superduif. De duif ga ik samen kweek mee doen. Die gaat naar een ander hok. Ook mijn moeder, die woont hier alleen. Dus ik haal de duif uit het hok. Dan slaapt zij ook een stuk beter. Proberen we weer wat moois uit te kweken. En ik wil er eigenlijk liever niet verkopen, maar ja. Wat is je wens voor de toekomst? Ik wil het liefst nog Barcelona nog bij de eerste 10 zitten. Dat lijkt me wel wat. Dit jaar zat ik ook goed op tijd, maar dan nog iets eerder. Dat is de doelstelling nog. En voor de rest heb ik het wel bereikt wat ik wilde hebben. Mooie uitslagen.